Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat de oplossing van het steeds overstroomd raken van de gebieden in Brokopondo geen probleem hoeft te zijn. Hij sprak reporters vandaag voor de vergadering van de ministerraad. Noor Mohammed zegt dat bepaalde gebieden in het binnenland tot beschermd gebied verklaard moeten worden en dat daar bijvoorbeeld niet gebouwd mag worden. Wat moet gebeuren is dat de oplossing is... is niet moeilijk. Er zijn gebieden die beschermd moeten worden. Dat moeten we leren in dit land een keer te doen. Bepaalde gebieden moeten beschermd verklaard worden. Mensen moeten terugtrekken. Waar het niet mag, je weet bij Stuurdam beneden loopt. Dat zijn gebieden waar nooit mensen mogen bouwen. Dat regeringen vergunningen hebben afgegeven, dat is het probleem. Nu zien we de problemen van als men vergunning geeft door koppig te zijn. En misschien zijn die ministers dood, maar zij zijn de oorzaak geweest. Dus het mag niet. Wat niet mag, mag niet. En dat is een probleem voor politici die geen verstand hebben. Dan krijg je dit soort problemen. Dus de mensen moeten moeten zoeken naar betere plekken, veilige plekken. En dat de consequentie is dat wij als staat moeten meehelpen met de financiering. Voor een deel en de mensen weten best waar ze moeten zijn. Dus je gaat veiligere plekken moeten zoeken. Landbouwgebieden waar de mensen leven dagelijks van landbouw en vee, etc. Noor Mohammed merkt op dat hetzelfde gebeurt binnen de goudwinning. Hij stelt dat er een moment zal aanbreken waarbij de biodiversiteit in gevaar zal komen en de totale Surinaamse gemeenschap met de gebakken peren zal zitten. Waarnemend president Ronnie Brunswijk stelt dat hij denkt dat de deskundigen die het spuien beheren weten wat ze doen. Ik kom net van het binnenland, ik heb over het dam gevlogen, ik heb geen enkele overtollig water gezien daar. Ik weet het niet wat ze bekend hebben gemaakt, maar als ik kijk naar de stand, als ik daar voorbij vlieg, dan kan je zelf zien of inderdaad het water heel hoog is, dan heb je geen keus. Maar als het niet zo is, dan moeten we niet die kleppen gaan opengooien om extra, want ik weet het, wanneer ze extra stroom nodig hebben, dan willen ze meer water door die leugen hebben. Maar in ieder geval, ik weet het niet. Er zijn deskundige mensen daar, denk ik, die daar werken. En die moeten dan kijken en checken wanneer er overtollig water is. Tot waar je moet gaan schuien, dat je die één of twee kleppen gaat opengooien. Dus ik weet het niet. Ik zal dan straks ook vragen. Brunswijk stelt dat hij zich goed zal laten informeren over wat de Staatsolie Power Company de komende tijd zal doen. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben eerder dit jaar hun zienswijze bekendgemaakt over de gevolgen van het spuien van het water uit het meer. Ook volksvertegenwoordigers hebben zich uitgelaten over dit vraagstuk. Ze hebben voornamelijk geklaagd over de weggebleven tegemoetkoming van de staat aan de slachtoffers van de natuurramp.